courgette, aardappels en asperges. Je vindt ze elke woensdag kakelvers bij Lekker Nassen. Bij deze wekelijkse pop-up markt in de Witte de Witstraat shop je je biologische groentepakket zelf bij elkaar. We hebben daar zo'n bord staan en het is een groentepakket, maar het idee is dat mensen hun eigen pakket bij elkaar verzamelen. Ze hebben een bord staan en er staat op bijvoorbeeld deze week heb je in je pakket 1 courgette, 500 gram asperges, een pond tomaten, 1 kilo aardappelen. Mensen pakken dat zelf, dus we hebben alleen de blauwe kratten staan zoals je ziet en de andere grote verpakkingskisten, zodat we geen plastic tasjes nodig hebben en dat soort dingen. Het is geen winkel. Het is meer, we proberen meer een plek te creëren waar mensen samen kunnen komen. Dus behalve dat er groente is, dekken we om 6 uur de tafel. En iedereen die wil, die kan gewoon aankomen schuiven. En je betaalt wat je het waard vindt. De mensen die het hier halen, dat zijn hele bewuste mensen. En ook al zou ik hier niet eens eten halen, dan is het leuk om met die mensen, onder die mensen te zijn. Maar niet alleen de bewuste mensen, ook de bewuste groenten vallen in de smaak. Het is in ieder geval biologisch en het is uit de buurt. Ja, dus dat is eigenlijk, zoals ik zou zeggen, zoals het bedoeld is. Je doet dus op zondag aangeven dat je meedoet en je weet op maandag pas wat er in het pakket zit. Dus je doet steeds, je krijgt steeds nieuwe groenten waar je dan weer iets mee moet verzinnen. Het is natuurlijk zijn seizoensgroente, het is maar net wat het aanbod is. En dat is ook wel zo leuk dat je dan eigenlijk wat je in je tas hebt laat bepalen hoe je die week in de keuken gaat improviseren. Is het ook lekkerder? Ja, ik vind van wel. Ik vind de biologische groenten wel lekkerder. En, ook een tomaat die gewoon naar tomaat smaakt in plaats van naar water, daar ben ik wel erg blij mee. Ja.